We have persoonlijk contact met uw maten. Die wordt gebeld en ze komen naar u toe. En er wordt dus dan een opening van voorgeschoten aan u. Als u akkoord naar uw overeenkomst, dan gaat u dat tekenen. En dan gaat dus dan beide partijen zich verplichten tot die overeenkomst. Ja. Dat betekent dat jullie gaan produceren, jullie weten onder welke voorwaarden jullie moeten produceren. Jullie gaan met de ondertekening straks van de overeenkomst weten jullie voor hoeveel jullie gaan produceren per kilo cassava. En het bedrijf stelt zich garant van, luister, elke hoeveelheid wat je produceert, dat gaan wij dus dan afnemen van jullie. Op dit moment kan het bedrijf, als ze maximaal draaien, dus 24 uur per dag, kunnen ze rond de 30 ton cassave verwerken. 30.000 kilo cassave dus, per etmaal, wanneer ze maximaal gaan draaien. Het gaat om een enorme hoeveelheid cassave, dus dat geeft al garantie naar jullie toe als producenten van oké, je plant en je weet dat je product wordt afgenomen. En wat de prijs betreft, dat is dus dan tussen u als producent en het bedrijf. LVV komt er helemaal niet tussen. Ja? Wat wij doen als LVV, en met dank aan alle trainers hier, alle resortleiders hebben dus dan hun bijdrage gedaan. Om jullie dan te trainen in de teeltechnische aspecten. En wanneer jullie uiteindelijk gaan produceren, komt dus dan IAP en u komen bij elkaar en gaan dus dan die overeenkomst tekenen. Ja? En u gaat dus dan afspreken het bedrag. Als u niet ermee eens bent, dan tekent u simpelweg niet. Ja? Dus, ik ben enorm blij en ik moet via de coördinator Regio West mijn dank uitspreken voor het feit dat zijn medewerkers jullie als participanten behoorlijk goed hebben getraind. De begeleiding volgt natuurlijk nog. We gaan jullie helemaal niet in de steek laten. Niet voordat jullie gaan tekenen en niet nadat jullie gaan tekenen wat de overeenkomst betreft. Ja? Technisch blijven wij als LVV verantwoordelijk. Ja, het is op de eerste plaats een verantwoordelijkheid van het ministerie. En dat past precies binnen het beleidskader van het ministerie, met name stimuleren van de particuliere sector. Wij scheppen de voorwaarden, wij begeleiden jullie en jullie gaan dus dan produceren. Verwacht niet van LVV dat wij voor jullie gaan produceren. Dat moeten jullie niet verwachten. Wat jullie wel kunnen verwachten van LVV, dat wanneer jullie je eigen verantwoordelijkheid kent en dat deel doet als producent wat u moet doen, dan gaat LVV plichtsgetrouw ook haar verantwoordelijkheden moeten verrichten. U als producent heeft een aantal verantwoordelijkheden. Wij als ministerie natuurlijk ook. En wij zeggen van, we kunnen dat samen tot een heel goed product komen wanneer wij dus dat met elkaar in overleg treden van meneer, u als producent, dat moet u doen. LVV zorgt ervoor dat haar deel ook wordt gedaan. Ja. En dat kan wanneer wij ook als producenten ook zeg maar openhartig gesprekken willen aangaan, openhartig problemen willen aankaarten, maar ook openhartig en met vertrouwen willen luisteren naar het LVV. Het probleem is dat wanneer mensen naar het LVV komen, dat ze gelijk van het LVV dingen verwachten. Als het LVV een toverstokje heeft, we zullen dat graag willen hebben. Maar jammer genoeg is het spelletje anders. En binnen dat spelletje heeft u als producent een zeer, zeer belangrijke rol. De taak van LVV is om jullie ook te begeleiden. Wat betreft van contracten,
wat wij van het ministerie van LVV zullen doen, we gaan een lijst sturen naar IAM. Jullie krijgen ook een certificaat en daarmee gaan jullie dan die afspraken maken met IAM. Dus een contract met IAM maken jullie zelf. En als IAM zegt van, oké, je kan 1 hectare of 2 hectare planten tegen zo'n prijs. En dan komt er een aanplantplanning daar. Het is niet zo dat je in 1 keer 2 hectare plant en dan wacht je 6 maanden. Maar zelf de 2 hectare ga je moeten verdelen. Die afspraken worden dan mondeling gemaakt, zodat jullie ook kunnen leven. Als je in 1 keer plant 2 hectare en stel je voor een onderwijde situatie, bepaalde gebieden liggen onder water. Dat is wel gelijk al die 2 hectare verliezen. Als het verspreid is, dan is je niet zo goed verspreid. Ook in Nikeri, bakoven, banaan, rijst. Dus Nikeri is al eigenlijk heel de cultuur van gewasontwikkeling, mechanisatie. Ook in andere districten, maar vooral Nikeri is dat ook een wat dat betreft veel verder is. We weten dat de ontwikkeling zeker zal komen. Ik geloof in allen dat jullie zeker daar eigenlijk bijdrage zullen leveren. Maar tegelijkertijd is er een inkomsten voor u allen. Waar dat zeker een serie van LVV zal werken is ook mechaniseren. Want als je 1 of 2 hectare plant en ik zeg van je moet het oosten, ja, de volgende dag sta je niet. Dan ga je beter. We weten hoe het is, maar daarom zeggen we ook mechaniseren. We gaan kijken wat we met deze kunnen doen. Maar tegelijkertijd vragen wij ook van het ministerie van LVV hoe jullie training hebben gevolgd. Is de kans om gelijk in een groepsverband of in een verband samen op te trekken. Want als één van jullie zegt van ik wil mechaniseren, maar je hebt half hectare, forget it, het gaat niet lukken. Maar gezamenlijk vormen jullie misschien 20, 30 hectare, 50 hectare. En dan zal het veel makkelijker zijn om te mechaniseren. Gezamenlijk input aan te schaffen, waardoor je kosten gaat reduceren, de productie gaat verbeteren. Dus dat vraag ik ook van het ministerie van LVV. Proberen dit samen te bundelen om beter prestatie, beter productie te krijgen. Wij van het ministerie van LVV blijven investeren, duurzame investeringen noemen we dat, in onze mensen, trainen, begeleiden en productie, dus het PPP, Public Private Partnership, jullie gaan produceren en waarnemen komt het ministerie van LVV. Na gaan corona 20, Nikeri 100 mensen. Maar totaal we praten van bij 740 landelijke mensen getraind zijn. Als iedereen begint te planten, ja, is er vandaag niet. Die druk omstandigheden, want ze zijn bezig om bepaalde machines daar te installeren. De laatste equipment, dus dat betekent dat het binnenkort ook moet draaien. Ja, dus die equipment zijn buitenlandse mensen ook daar, begrepen. We zijn er niet, maar zo doen alles en ik heb ook gehoord dat op Saramaka eentje komt, dus dat betekent van Nikeri is het makkelijker om naar Saramaka te transporteren. Voor de verwerking daar, vanaf oogst tot verwerking heeft ook een beperkt aantal uren. Dus de kwaliteit moet zeker op standaard gehouden worden. Dus vandaar dat men ook op Saramaka eentje zal opzetten. Maar heel belangrijk is, toepassen van je theoretische kennis in de praktijk. Dat jullie moeten gaan produceren. Want als wij alleen trainen en we krijgen geen productie, dan hebben we wel getrainde mensen in veel Suriname, maar niets wat betreft van onze voedselzekerheid, onze veiligheid, export, alles.